Hallo, wij zijn hier in Costa Rica. En Costa Rica ligt in Midden-Amerika. En in Costa Rica hebben ze een tropisch regenwoudklimaat. En dat is een van de klimaten die jullie moeten kennen. En tropisch regenwoudklimaat kenmerkt zich... Ja, maar jij wacht ook wel. Nee, het tropisch regenwoudklimaat kenmerkt zich eigenlijk dat de koudste maand nooit onder de 18 graden komt. Verder valt onwijs veel neerslag. Veel meer nog dan in Nederland. In Nederland valt er zo'n 800 mm neerslag, terwijl er in Costa Rica 4.000 mm neerslag valt. Hè. Dus ook waarom de vegetatie die je achter ons ziet, hè, de andere woord voor plantengroei vegetatie, zo onwijs groen is. Ja, je ziet daar enorme bomen. Dit is primair regenwoud. En primair betekent, ja, hier is nog nooit eigenlijk een mens geweest. Wij zijn de eerste die hier komen. We hebben hier wel een flink stuk voor moeten lopen trouwens. Ja. En dan weet je wel waar je terecht komt natuurlijk. Ja. Maar dat hebben we allemaal voor jullie over. Dat doen wij gewoon. Alles om jullie meer te laten leren. Ja? Wel onwijs veel beestjes trouwens de hele tijd. Ja. We hebben helemaal lens gestoken hier. Oh. En ja, we moeten straks terugreizen. Ik denk dat dat ongeveer... Nou, misschien een dag of drie is weer terug door het regenwoud. Ja? En, flinke tocht. Ja, flinke tocht. Maar ja, alles over voor onze leerlingen natuurlijk. Ja, dat snappen jullie zelf ook wel. Nou, tropisch regenwoud, gemiddelde temperatuur. Nooit maantemperatuur, nooit onder de 18 graden. Hele jaar door regen. Het is erg groen. Groen. Allerlei kleuren groen. Heel veel boompjes. Vegetatie noem je dat. Hey, dat gaat te lang duren, man. Die kinderen letten al lang niet meer op. Jawel, en het ligt rond de evenaar. Geen manier. Bedankt, hè. Rules.